Yo, Nintendo fans! In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat wij Boo zo ver hebben gekregen om het goud terug te geven in Miitopia. Maar de donkere vorst Mr. Mime is hier problemen aan het schoppen. En Dr. Eggman die heeft wel wat te vertellen zo te zien. Net toen we dachten dat het niet erger kon worden, kwam de duistere vorst ons het leven zuur maken. Ongelooflijk! Hij heeft zomaar weer de gezichten van dorpsbewoners gestolen. Ja hoor, vergeleken met hem is de geest nog niet zo erg. Ik heb mijn hele leven nog nooit zo'n laffe schurk gezien. Waar denkt hij duistere vorst dat hij mee bezig is? Hij heeft zelfs het gezicht van de arme Serena gestolen! Zoiets doe je toch niet? Zat de liefste glimlach die ik ooit heb gezien. De duistere vorst heeft zich verschanst in de piramide in het noorden. Kunnen we een lesje gaan leren? Ja, ik ga mijn best doen. Dit is wel een beetje gek. Serena heeft nu gewoon alleen een baard of zo. Dit ziet er heel raar uit. Jongens, als jullie dit een vette serie vinden, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's. Hier gaat het ook helemaal niet goed. Brock en Bubbles, oh nee. Ze zijn ook hun gezichten kwijt. Daar is de piramide. En daar binnen zitten Brock en Bubbles. Oh wacht, dan moeten we ook even met Serena praten. Want dan weten we ook waar haar gezicht is. Zijn die allemaal in de piramide daarboven? Hey, Kirby is er nog wel. Ongelooflijk. Schat zoeken valt niet mee. Oh, hallo. Oh, hij heeft onlangs de grote piramide in kaart gebracht voor de lol. Ja, dude, maar geef mij dan die map, jongen. Oh nee, Scoot is ook zijn gezicht kwijt. En Bella ziet helemaal niet dat Scoot zijn gezicht kwijt is. Man, Bella, joh. Schenk eens wat meer aandacht aan die vent. Oh, Scooty is in de woestijn daar, blijkbaar. En Boo is ook nog zijn gezicht kwijt. Bijna iedereen is hier zijn gezicht kwijt. Boo zit ook in de piramides. En Jigglypoonfy. Waar is het hoofd van Jigglypoonfy? Oh, die zit daar ergens in het oosten. Nou, dan moeten we maar even al die gezichtjes gaan fixen. Volgens mij is Scoot zijn gezicht hier. Die kunnen we dan als eerste doen. Oh, jongens, daar gaan we weer met z'n vieren. Mariootje, Steve, Katachu en Zucker. En Zucker die zegt, ik vraag me af hoe het voelt als je gezicht wordt gestolen. En Rikkertje zegt, het kietelt een beetje. Daarnaast is het ook lastig om adem te halen. En je wordt helemaal licht in je hoofd. En je krijgt het warm gevoel van binnen. Hoe weet je dit allemaal, vraagt Zucker. En ik zeg, oh zomaar, ik zeg maar wat. Ik zit hem gewoon te trollen, hè. Daar is nu weer een cactus en een cactusbol en een stapeltje. Mario die gaat gelijk helemaal los. Lekker, Mario. Dat is gelijk een lekker aanval, die jongen. Steve geeft even een tikkie. Zucker geeft even een tikkie. Nou, hij gaat gewoon niet kapot, joh. Nou, dan gaan we maar een speciale magic aanval doen. Hoppakee. Die dingen zijn niet kapot te krijgen, joh. Eindelijk. Iets van 7 aanvallen hebben we nodig. Jemig. En Sukker, die doet een nieuwe vaardigheid. Wat is die aan het doen? Hij zorgt ervoor dat de cactusbol niet zo goed oplet. Nou, mooi. Dan kunnen we hem nu gaan pakken. Hatsaflats. Let's go, let's get him. Jemig, man. Deze dingen zijn echt goed. Maar we weten wel te winnen. Geen centje pijn. Nou, ik vond het aardig moeizaam gaan, jongen. Ben benieuwd of we nog een fight moeten doen op deze route. Ik loop half te slapen, zo te zien. Ik ben duizelig van de hitte. Ah, is dat eindelijk even uitrusten. Auw! Ik ga even rustig op een cactus zitten. Tuurlijk, jongen. Ja, we moeten nog een battle doen tegen Monty Mol. Kwaadaardige mol met zijn zonnebrol. Hoppakee. Hé, hey, Mario doet ook een nieuwe vaardigheid. Onstabiel mengsel. Oké. Dit ziet eruit alsof het gaat ontploffen. Oh, dit is... Wow. Wow, dat was echt een nice aanval. Die was echt nice. Die was super sterk en die raakt ze gewoon allemaal. Maar we krijgen de molletjes nog niet echt kapot zo te zien. Let's go! We missen de hele tijd. Oké, let's go, let's get it. Op paard, op het paard. Nou... Deze modder zijn scheid irritant, jongen. Ze ontwijken echt superveel. Eentje is nu kapot. Nu die andere twee nog. Ja, de volgende is ook kapot. Nu alleen de middelste mol nog. Die heeft denk ik nog 1 klap nodig. En we missen weer een keer. En Steve die mist niet. Lekker Stevie. Met je mooie krantenoutfit. Nu wil ik heel graag een herberg. Oh, we moeten nog een weg kiezen. Moeten we nog een fight doen? We hebben een kist hier zo. In die kist zit money. Herberg alsjeblieft. Ja, gelukkig. Ah, we moeten even uitrusten. Sukker en Mario worden nog betere matties. Steve en ik gaan even trainen. Hashtag fitboy, hashtag fitlife. Oh, snap. Kijk ons gaan op de beat. Lekker, lekker, lekker. Ik heb een ziek nieuw pakkie. Ja, ziek nieuw kattenpakkie. Vrije tijdskattenpakkie. En uiteraard doen we die ook gewoon weer in het geel. En dan gaan we even kijken of we Scoot al kunnen tegenkomen. Volgens mij was die wel hier ergens. Scoot, waar ben je? We komen je redden. We horen een of ander mega geluid. Zucker is in paniek. Het is een lage rommel. Zou het een monster zijn? Mario zegt... Oh, ik heb ik heb vanmorgen geen ontbijt gehad. Het was mijn maag. Oké, nou, dan hoeven we daar ons geen zorgen over te maken. Maar we hebben wel andere monsters. Een mega plant. Venus Mival.
en Jade Vlinders. Ik hoop dat Mario ze even allemaal gaat aanvallen. Dat doet hij niet. Dus we gaan blijkbaar eerst voor de Vlinders. Lekker, twee Vlinders zijn al weg. Ah, ik word opgegeten. Ah. Sloop eerst die Vlinders anders even, jongens. Kijk, lekker Mario. Ja, daar ben ik weer. Oké, nou, dit gevecht viel wel mee. Dit was niet te moeilijk. We krijgen wel veel XP hiervoor trouwens. En ik ga een leveltje omhoog. Scoot! Ik kom je gezicht redden, vriend. Oh jee, weer de cactusbollen. Ja, die cactusbollen, die zijn hardnekkig, joh. Die zijn moeilijk om te verslaan. Lekker bezig, Mario. Dat is een goede aanval. Sucker gaat even te paard. Lekker, de eerste is weg. Ik kan nu ook even op het paardje eentje pakken. Hotseflats. Tweede is weg. Nu de derde nog. En die is nog niet weg. Maar die is nu denk ik weg. Lekker Mario. Ja hoor. Dit begint ook wel een lekker teampie te worden. Iemand van jullie zei trouwens dat ik eigenlijk de priester nog niet heb gebruikt qua klasse. En dat was ik inderdaad vergeten. Dus de eerstvolgende karakter gaat denk ik de priester worden. Oh, het gaat niet zo goed met Steve, jongens. Oh, die gaat even een MP snoepie eten. Rustig aan met die snoepies, jongens. Ik heb toch strooisel, joh. Ik vind het maar zonde dat ze allemaal snoepies gaan lopen vreten de hele tijd. Maar daar is wel het gezicht van Scoot. Die wordt even op een cobra geplakt. Scoot Cobra. Oké, let's go. Pak hem. Pak die cobra. Lekker, Mario. Mario ontwijkt de cobra. Steve ontwijkt de cobra niet. Maar Steve gaat zichzelf al eventjes aanvullen. Dus die is weer full HP. Lekker. Hoppakee. Ah, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Bam. Ik krijg een tikkie. Zuke krijgt een tikkie. Steve geeft een tikkie. Maar we hebben nog best wel veel strooisel. Dus dat is nice. There we go. There we go. We zijn weer full. Mario, help me even. Lekker. 20 HP eraf. Ah, dit moet goed komen, jongens. Dit moet... Oh, wacht even. Er is een reserve cobra. Maar die zag ik niet aankomen. Oh, snap. Die maakt Mario bijna in één keer kapot, joh. Nou, ik denk dat we toch even moeten focussen op die blauwe cobra nu. Oh ja, we hebben ook nog bananen natuurlijk. Oh, snap. Steve moet ook echt even zichzelf gaan healen. Sucker neemt even een MP-snoepie. Ja, dat snap ik nu. Dat is nu al nodig. Oh, shit. Steve is dood. Maar we hebben natuurlijk nog strooisel waarmee we hem tot leven kunnen wekken. Jongens, die blauwe cobra die moet echt even kapot. Want die is echt knijtersterk. Kom op, pak hem aan. Lekker. Ja, die is weg. Heel nice. Oké. Kunnen we ons nu weer focussen op de grote cobra? Ah! Sucker die neemt even een banaantje. Dat lijkt me een goed idee. Gewoon lekker aan blijven vallen, jongens. Let's go. Pak hem, Mario. Mario is echt super sterk, jongen. 30 HP damage deed hij. Kom op, Steve. Niet opgeven. Steve is alleen maar zichzelf eigenlijk aan het healen. Kom op, Sucker. Ja, nu let de cobra niet goed op. Dat is lekker. Ik neem ook even een banaantje. En Mario neemt even een banaantje. Dat is goed. Dan kunnen we nu weer kaart gaan aanvallen met z'n allen. Let's go, Sucker. Oh, Steve krijgt weer een klap. En Mario krijgt geen klap, zo te zien. Lekker, man. Mario die ontbijt ook veel, jongen. Die doet het echt goed. Hij is bijna kapot. De Scoot Cobra is bijna genakt, jongens. Hatsflats. Ik denk dat Mario hem gaat pakken. Let's go. 56 HP eraf, jongen. Op het paardje. Lekker, man. Lekker. Je bent weer vrij, Scoot. En Mario die vond het wel een makkie. Nou, een makkie zou ik niet zeggen. We hadden er toch wel moeite mee, maar het is gelukt. En we worden allemaal een beetje level 8, level 7 nu. En we hebben cobra nuggets gekregen. Nou, ik denk wel dat het tijd wordt voor een herberg inderdaad. Woef. Hey, we hebben een goddelijk geschenk. MP-snoepjes zijn nu effectiever. De MP die je krijgt van MP-snoepjes verhoogt van 10 naar 15. Dat is lekker zeg. Dat is heerlijk. Dat kunnen we goed gebruiken. Terwijl Steve en het paardje ook wat beter en matties beginnen te worden. Even een hampie eten. Oké, ik gaf iets heel erg lekkers aan Mario. Maar hij vond het eigenlijk helemaal niet zo lekker. We hebben ook nog kannibalenthee. Dat vindt Sucker vast wel nice. Cactussappie dan. Jeetje. Ik geef alles aan de verkeerde mensen. Dan geef ik het maar even aan mezelf. En aan Sucker. Sucker mag dan ook nog een beetje. Nou, dit was geen top 8 sessie. Deze mukbang was niet geslaagd. We hebben allemaal nieuwe wapens die ons best wel veel sterker maken. Maar iemand van jullie zei trouwens dat het niet zo handig was om nu heel veel geld uit te geven. Omdat je later nog geld nodig hebt. Ik ben een beetje eigenwijs jongens. Ik zit toch gewoon al mijn geld uit te geven. Maar waarom moet ik mijn geld niet uitgeven dan? Ik vind deze trouwens echt heel lelijk. Dus we gaan hier alleen het effect even voor dragen. Kijk, want Mario kan nu echt... Dat kost 1000 monies. Maar hij wordt er wel echt flink beter van. Van dat babyflesje. Nou, helemaal mooi. Kijk, ik heb natuurlijk wel heel veel spellen, hè, waar ik geld mee kan verdienen. Dus die spellen, die speel ik nog even niet. Een soort van mijn reservebank is dat. Oké, nice. We hebben Scoot gered. Laten we even met Scoot gaan praten. Ik ben benieuwd of hij al iets gelukkiger wordt met Bella. Daar is een mooie, prachtige eendenkoppie. Scootje. Je hebt je gezichtje weer terug, hoor. Ja, hij is er blij mee. Bella is nog steeds aan het zeuren, jongen.
En Scoot die zegt, laat me met rust, jongen. Zit je nou nog steeds te zaniken? Als monster had ik het net beter. Hé, hey, we hebben een juweel C gekregen uit Nabijland. Oh, wacht even. We hebben natuurlijk straks die juwelen nodig in de piramide. Dus ik denk dat we nu hier naartoe moeten. En dat we hier Jigglypuff eventjes moeten gaan redden. We krijgen waarschijnlijk nog een juweeltje. En die gaan we ook weer nodig hebben. Denk ik. Ik denk dat het zo gaat lopen. Nieuw gevecht. Ik hoop dat Mario hier even zijn goede aanval doet. Zodat hij in één keer al die fossielen kan slopen. Mario heeft namelijk zijn aanval met waarmee iedereen kan raken. Ja, is dit hem? Dit is hem, denk ik. Ja, kijk. Hoppakee. Lekker, man. Heerlijk aanvalje. Op deze manier gaat het snel. Op deze manier zijn we snel bij Jigglypuff. Let's go. Volgende fight. Hoppa. Ik weet niet wat Mario allemaal doet, jongen. Maar Mario is echt de MVP van dit team. Mario is gewoon overpowered, joh. Hé, hey, en Zucker gaat een leveltje omhoog. Oh, Zucker gaat even op zijn snuffert. Wie gaat hem helpen? Steve mag wel even helpen. Oh, Steve heeft niks gezien. In plaats daarvan komt Mario helpen. Waarom moet ik dan kiezen wie helpt? Even naar de herberg. En weer door. Zucker vindt Mario echt heel cool. En Mario vindt zichzelf ook echt heel cool. Maar laatst zag Zucker wel dat hij huilde toen hij zijn knuffel kwijt was. Het was maar een grapje, zegt Zucker. Maar het was wel echt zo. Want Mario dacht van, heb je dat echt gezien? Deze grapjes tussendoor, jongen. Oh nee, weer mollen. Freaking mollen, jongen. Laten we eerst maar even die plant proberen te pakken. Daar gaat Mario weer met zijn super aanval. Plant is weg. Mol is weg. Nu moet alleen Zucker nog even aanvallen. Die laat Mario aanvallen en de volgende mol is ook weg. Wat een teampie is dit aan het worden, joh. Steve krijgt de bonuspunten, waardoor hij net niet naar level 8 gaat, blijkbaar. Dan gaat hij in de volgende battle naar level 8. Go, 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 go. Is hier Jigglypuff's gezicht? Hier is Jigglypuff's hoofdje gezichtje. Wat gebeurt er nou? Ik pas helemaal niet bij dat schilderij. Oh nee, we hebben een Jigglypuff schilderij. Dit is de Jigglypuff. Nou, er zijn ook nog gele cobra's hier. Ja, dit is wel irritant. Ik ga eens even wat strooisel geven aan Mario, want die heeft dat echt nodig. Ik denk eerst maar even de cobraatjes nakken. Kijk, Mario doet weer deze aanval. De beste aanval tot nu toe uit de game, volgens mij. Mario helpt Zucker ook nog even. En dan is ook de andere cobra kapot. En Steve geeft het schilderij nog even een klappie. We krijgen allemaal pijn door het schilderij. Zo dan. Laten we beginnen met het strooisel. Dat mag als eerste op. Dan kunnen we daarna bananen gaan eten en dan kan Steve misschien een beetje healen. Dan gaan we het schilderijtje kapot maken, jongen. Hoppakee. Mario's aan de beurt. Oh, die gaat een snoepje eten. Oké. Steve gaat wel aanvallen. En Zucker die is even aan het sporten of zo. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij krijgt wel een knap op zijn snuffert. Maar daarna gaat hij zelf ook aanvallen met 41 HP. Ik ga lekker op een party. We gaan wel lekker, we gaan wel lekker. Dit gaat wel goed. Weer 40 HP eraf bij het schilderijtje. 24 HP eraf. En Zucker doet even een spel, zodat Jigglypuff niet meer goed oplet. Steve is alleen niet zo heel sterk. Dat merk ik wel. Ja, Steve is nu ook down. Ik denk dat ik toch maar Steve weer tot leven ga wekken. Ja, laten we het maar gewoon doen. Hoop ik dat de rest even gewoon bananen gaat eten. Jigglypuff heeft nog ongeveer een kwart van zijn health. Na een derde denk ik nog van zijn health. Oh, en hij gaat verder aanvallen. Zucker, kom op. Blijf leven. Zucker neemt een HP banaan. Of niet, want hij wordt geheeld door Steve. Kijk, kijk, kijk. Ik denk dat ik wel zo even een HP-banaan neem. Oh, Steve gaat mij ook healen. Thanks. Kijk, toch maar goed dat we Steve even tot leven hebben gewekt. Want Steve is ons nu wel flink aan het helpen. Hij doet niet veel damage, maar hij kan ons wel helpen. Waarom sla ik het schilderij niet gewoon? Zomaar sloeg ik dat schilderij niet. Ik deed alsof Jigglypuff de Mona Lisa was geworden of zo. Zucker doet nog even een MP-snoepie. Nu is het tijd voor mij om een naam te nemen. Oh nee! Nee, Mario is down. Oh, dit is een probleem, jongens. Dit is een groot probleem. We moeten wel blijven aanvallen, jongens. Steve is ook down. Kom op, Zucker. Zucker neemt nu ook een banaan. Oh, we moeten blijven aanvallen. Mario had moeten blijven leven. Waarom sla ik dat schilderij niet meer? Potverdorie. Oh nee, dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Oh, we gaan verliezen. Ik dacht echt dat we dit zouden winnen. Steve is weer dood. En nu laat ik Steve eventjes liggen. Want als Mario nu doodgaat, dan wil ik eigenlijk Mario reviven. We hebben hem echt bijna down nu. Bijna, bijna, bijna. Let's go. Lekker, Mario. Kom op, Zucker. Mario leeft nog. Zucker leeft ook nog. Hij heeft echt nog maar één klapje nodig. Maar je kan hem volgens mij niet aanvallen of zo. Je kan geen normale aanval op hem doen. Kijk, oh nee, Mario doet het nu ook. Nee, en dan gaat Mario dood. Oh nee. Wat gaat Zucker doen? Zucker gaat een banaantje eten, dat is nice. Ik laat Mario nu weer leven. Hij heeft echt nog één klap nodig, jongens. Rickachu gaat ook kapot. Maar blijkbaar blijf ik nog wel leven. Zucker leeft nog. Lekker. Ja! Ja! Ah! Freaking schilderijtje, jongen.
Maar we hebben het gefixt. Jigglypuff is gered. Mario vindt het een makkie. Dit was sowieso geen makkie. Sowieso niet, vriend. Dit was de moeilijkste battle tot nu toe. Terwijl Mario zelf ook een leveltje omhoog gaat. Jeetje. Gelukkig, we hebben een herberg. En omdat we nu 10 MP snoepjes hebben gegeten, zijn MP snoepjes nu nog effectiever. Ja, dat kunnen we goed gebruiken, want we eten heel veel MP snoepjes op deze manier. Het gezicht van Jigglypuffy vliegen weer terug naar nabijland. En in de volgende aflevering gaan we zien hoe het met Jigglypuff gaat. Vergeet niet om even een duimpje omhoog te doen en te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!